Vroeger kwamen de bakker en de melkboer aan de deur. Tegenwoordig kun je de 18PLUS-bus bellen. En die verkopen geen levensmiddelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom eens even kijken wat je in je bus hebt. Nou, dat mag. Jij kent 18PLUS-bus. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is eigenlijk een rijdende erotiekwinkel die bij de mensen langskomt. Of op een locatie die de mensen graag wensen. Want vaak kiezen mensen voor een wat meer privé locatie als een parking of iets dergelijks. Omdat ze toch met hun privacy zitten. Het is, zit een beetje tussen een webwinkel en een gewone winkel in. En hoe ben je op het idee gekomen? Doordat eigenlijk door het economische milieu en het wegvallen van een aantal productgroepen het steeds moeilijker werd om de winkel. Ik heb 10 jaar 2 winkels gehad. Om de winkels echt rendabel te blijven houden. En dat er veel te veel webshops zijn. Er zijn inmiddels 10.000 erotische webshops in Nederland. Was dat niet zinnig meer. Dus ben ik er tussenin gaan zitten. Wel eigenlijk aan huis, maar dan met de hele winkel aan huis. En niet artikelen opsturen. Maar dat opsturen, dat is juist een trend tegenwoordig, hè? Want hoe denk jij je te onderscheiden? Nou, die trend is een beetje dubbel. Want er zijn heel veel mensen die hebben via internet artikelen besteld, maar niet dat binnengekregen wat ze eigenlijk verwacht hadden. Omdat maat vaak tegenvalt, materiaalkeuze is moeilijk te bepalen, geluidsniveau is moeilijk te bepalen. Daar wil ik me mee onderscheiden. En je geeft ook advies? Ik geef advies. Doen we ook de batterijtjes erin. Wanneer iets batterijtjes gebruikt, kunnen mensen ook beter inschatten of het wat voor ze is of niet. Mag je ook passen? Ja, gepast kan er ook worden met kleding. Dat is op zich geen probleem. Het is een beetje krap, maar het is wel te doen. Je kunt vast wel iets laten zien. Wie weet leer ik er nog wat van? Nou, ja, dat kan inderdaad. We hebben hier onder andere een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is het trilleitje wat via Bluetooth aan te sturen is. Dus via je smartphone. Want ja, een smartphone heeft tegenwoordig 90% van de mensen heeft een smartphone op zak. En hoe groot is het bereik? Het bereik is ongeveer 1,20 meter. Maar dan kan je dus in een supermarkt kan je dus die spelletjes, plaagspelletjes spelen. Je kunt hem bij de dame, die draagt hem dan in. De heer heeft een smartphone op zak. En die kan hem aanzetten. Uiteraard is het sport om hem dan aan te zetten wanneer het daar niet uitkomt. Dus als ik iemand zie lachen bij de kassa, dan zit er waarschijnlijk zo'n eitje in. Dan kun je er wat bij voorstellen inderdaad, ja. En heb je nog lingerie? Lingerie hebben we ook. Daar hebben we alleen een systeem voor bedacht om te zorgen dat het minder ruimte in beslag neemt. In de bus hebben we nu eenmaal minder ruimte als in de winkel. We kunnen het niet uitstallen zoals een winkel dat kan. Dus we hebben er een kaartenbaksysteempje van gemaakt. Zo kunnen we hier lingerie setjes vinden. In wat meer verschillende soorten. Het is toch vrij braaf dit, vind ik hoor. Dit kan echt wel op tv. Ook als je geen zin hebt, dan kun je er een bordje op plakken. Oh, die is ook leuk. Even laten zien. Stop. Is er nou nog echt een taboe? Wat mijn ervaring is, neemt het taboe alleen maar toe. Wat heel erg tegen de draad is wat mensen denken. Heeft ook te maken met een stukje angst, omdat tegenwoordig alles geregistreerd kan worden. Overal is een camera aanwezig, dus mensen worden er een beetje angstig van. Hebben wel al van alles en nog wat gezien. Maar durven de confrontatie niet meer echt aan. En een gesprek, ja, mensen zeggen het is heel vrij, wordt er gesproken. Ja, vaak op een lacherige toon, maar een serieus gesprek over seksualiteit is nog steeds heel schaars. Mensen kunnen mij bellen of in elk geval sms'en, dan wel whatsappen. Omdat ik telefonisch niet altijd bereikbaar ben. Ik heb een Facebookgroep waar mensen lid van kunnen worden. Ik heb een website waar mensen mijn adres kunnen vinden en mijn mail kunnen vinden. Waardoor ze contact met mij kunnen opnemen. Dan kunnen ze voorlopig op vrijdag kunnen ze een afspraak maken, net zoals bijvoorbeeld mijn kapper. Dan plan ik een afspraak in en dan kom ik op dat moment op de gewenste locatie. Dat kan een huisadres zijn, maar net zo goed een anoniemere locatie.